Goedemorgen, Raoul. Goedemorgen. Kan je mij vertellen waarom je zo vroeg gaat sporten in het SSC? Dat weet ik zelf ook nog eigenlijk niet, maar ik verwacht dat het iets rustiger is en het komt gewoon veel beter uit in mijn pijn. Ja, ik ben Dave van Tuinder. Mijn functie is technische dienst, medewerker en teamleider. Wij doen 2 keer per dag doen wij het water mee. En dat is puur om te garanderen dat we in ieder geval een veilig hygiënisch zwembadwater hebben. Zodat mensen dus veilig kunnen zwemmen. Ja, wat wij als technische dienst hier in het zwembadgedeelte, de machinekamer, doen is een controlerende taak. We controleren lekkages, proberen onderhoud uit te voeren waar nodig. Wat wij hier doen is de flessen afvullen voor de duitvereniging. Dit is wat we dus als technische dienst ook doen, een stukje verbetering aanbrengen aan het hockeyveld. Het werken voor het SSC maakt het vooral leuk omdat het zeer uitdagend is. Geen dag is hetzelfde. Het is heel afwisselend. Mijn naam is Greta, ik kom uit Litouwen. Ik woon hier inmiddels bijna 5 jaar. En bij het sportcentrum werk ik bijna 4,5 jaar. Laatste jaar ben ik coördinator van groepslessen, ook instructeur, fitnessinstructeur en teamlid van het sportcentrum. Het is super leuk om hier te kunnen zijn, om alle mensen te kunnen ontmoeten en dagelijks te kunnen helpen met hun leefstijl. Maar ook dat ze elkaar hier ontmoeten en samen leuke tijd kunnen hebben. Als instructeur werk ik niet heel veel, want het is niet alleen onze werk, maar het is ook een plezier. Nou, ik ben Raymond Starke, ik ben communicatiemedewerker hier in het studentensportcentrum. En verder ben ik ook coördinator voor een aantal studentensportverenigingen. En ik ben ook nog zaalvoetbaltrainer van de mooiste zaalvoetbalvereniging van Nederland, Totolos. Ja, graag wil ik jullie even meenemen door het studentensportcentrum, wat hier allemaal precies gebeurt. Jullie zullen ongetwijfeld hier ooit gesport hebben en kennis gemaakt hebben met onze fantastische docenten. Maar het studentensportcentrum draait ook om meer dan alleen de sportdocenten. We hebben ook een aantal fantastische medewerkers die heel veel mooi werk achter de schermen doen. Dit is onze dojo en in de dojo vinden natuurlijk allerlei vecht- en verdedigingssporten plaats. Maar hier vinden ook een aantal yogalessen plaats. We hebben 3 verschillende soorten yoga. Hatha, Kundalini en Power Yoga. En deze zijn mateloos populair bij de TU studenten en medewerkers. Yes, mijn naam is Ronne Kingelde en ik ben fitnessinstructeur hier op het sportcentrum in de fitness, zoals je ziet. Wat wij hier doen is mensen helpen en begeleiden in de fitness. Mensen die bijvoorbeeld een trainingsplan willen of hulp bij oefeningen, het uitvoeren van oefeningen, kunnen ze bij ons terecht en wij lopen rond en mensen kunnen helpen. We hebben op het studentensportcentrum 70 verschillende sporten en veel sporten zijn natuurlijk bekende sporten zoals zaalvoetbal, tennis, volleybal, hockey. Maar we bieden ook een aantal wat minder bekende sporten aan. Eén daarvan is bijvoorbeeld klimmen. Achter mij zie je de boulderwand, waar de klimvereniging regelmatig traint. Andere wat minder bekende sporten zijn bijvoorbeeld paalfitness of capoeira, zweefvliegen, schermen. En zo hebben we nog diverse andere minder bekende sporten. Behalve alle binnenfaciliteiten hebben we ook een aantal buitenfaciliteiten. Achter mij zie je de faciliteiten van onze survival en outdoor vereniging All Terrain. We hebben verder ook 11 all-weather tennisbanen. 2 hockeyvelden, we hebben een atletiekbaan aan de overkant van de weg en een aantal voetbalvelden aan de overkant van de weg. Ik ben Daan en ik werk hier in een aantal verschillende functies. Hetgeen wat ik met name doe is fitness. Ik ben hoofdtrainer van de studentenvoetbalclub, coördineer wat met personal training en voor de rest help ik af en toe mijn collega's aan de clustergezondheid. En wat maakt het zo leuk om te werken voor het SSC? Met name het variërende werk vind ik heel leuk. Dus een combinatie tussen kantoorwerk en vloerwerk. Maar ook met name de doelgroep waarmee we werken, dus studenten. Het is erg leuk om mee te werken. We hebben echt veel mensen die door de fitness komen. We hebben ook 3 verschillende fitnessruimtes. Dit is onze grootste fitnessruimte.
We zien mensen met veel verschillende doelen binnenkomen. Van totale beginners die nog helemaal niet weten wat ze moeten doen. Tot mensen die echt al gevorderd zijn. En de doelen wisselen heel erg van een stukje fit worden. Toch ook wel een beetje met het lichaam bezig zijn voor de summer shape. En soms ook wedstrijden. Bijvoorbeeld hebben we binnenkort de Marathon Eindhoven die eraan komt. Waar een aantal mensen voor aan het trainen zijn. Dus heel verschillend. Ik ben bouwkundig student en ik heb net gevolleybald. Ik heb hier na de training nog even een biertje gedronken. En weg.